Nijkerk heeft industrie nodig, heeft industrieterreinen nodig. En we staan hier op een plek, die is al redelijk gevuld. Maar er zijn nog een paar andere plekken, de Akerpoort en de Vlier. Ja. Daar is dat wat minder, lijkt het. Of is dat alleen maar dat het lijkt? Gaat het beter? Het lijkt op dit moment nog zo. Wij zijn op dit moment druk bezig met de verkoop bij de Akerpoort. Er zijn inmiddels drie kavels zijn daar verkocht. Een vierde lijkt eraan te komen op korte termijn. Met de Vlier zijn we in gesprek. Twee kavels zijn er ook verkocht, dus ik ben daar zeker in de huidige tijd zeer content over. Maar waar wij op dit moment mee bezig zijn, is toch wat meer te gaan promoten. Ook van Nijkerk willen laten zien dat het een goede leven- en woonklimaat heeft hier in Nijkerk. En ook een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. En waarom is dat vestigingsklimaat voor bedrijven in Nijkerk zo goed? Omdat wij op een heel belangrijk punt liggen in Nederland, centraal Nederland. Aan de A28 hebben we twee afslagen, Nijkerk en Nijkerk-Zuid. De Hoevelaken hebben een eigen afslag voor Hoevelaken. We hebben aan beide kanten een station in Hoevelaken en in Nijkerk. We hebben een haven hier in Nijkerk. We gaan ook bezig met een containerterminal om te kijken of we dat kunnen oprichten. We liggen redelijk dicht bij Amsterdam. Dus qua bereikbaarheid zitten we hier op een uitstekende locatie in Nederland. En hoe zit het met de prijs? De grondprijs? De prijs, we hebben een vraagprijs voor de grond. Vroeger was dat een koopprijs. Tegenwoordig merk ik steeds meer dat wat wij vragen ook als vraagprijs gezien wordt. En dan moet je echt onderhandelen om een bedrijf zover te krijgen om zich hier te vestigen in Nijkerk. Maar dat is een prijskwestie, dat zal overal zo zijn. Het is niet zo dat Nijkerk goedkoper of duurder is dan ergens anders. Het moet er vooral van de ligging komen. Nou, het heeft niet alleen met de ligging te maken, maar ook met de prijs. Als ik kijk hoe onze prijsstelling is in andere gemeentes in vergelijking daarmee, dan zitten wij op een heel redelijk niveau hier in Nijkerk. En zeker voor gezien de ligging. Waar ik eigenlijk wel benieuwd ben, meneer Horst, als u bedrijventerreinen moet verkopen, als u grond moet verkopen, hoe benadert u dan bedrijven überhaupt? We hebben daar een speciaal iemand voor aangenomen die zich daar heel druk mee houdt. Maar u heeft begin van het jaar een filmpje kunnen zien op YouTube, waarin we Nijkerk promoten als belangrijke speler binnen de regio Food Valley. En we zijn nu bezig met het opstellen van een bedrijfsbrochure, waarin we goed duidelijk laten merken waarom Nijkerk zo'n aantrekkelijke vestigingsklimaat heeft. Niet alleen voor bedrijven, maar ook om te wonen en te werken. Dat is een particulier initiatief dat we als gemeente graag ondersteunen. Dus we doen er eigenlijk alles aan om Nijkerk op die manier goed in de kaart te zetten. Die brochure gaat ook landelijk spelen. Niet alleen blijft het niet hier alleen in Nijkerk, maar gaat ook allerlei kanten op. Om ook op meerdere terreinen te laten zien wat Nijkerk voor het bedrijfsleven te bieden heeft. Die brochure die gaat de samenwerking van met de gemeente. Waarom is die samenwerking eigenlijk überhaupt nodig? Die samenwerking is denk ik heel hard nodig, omdat natuurlijk ik graag een brochure wil uitbrengen. Het is mijn werk, het is mijn job, zeg maar. Maar de gemeente heeft belang bij het promoten van de industrieterreinen. En daarom hebben wij een samenwerking gezocht. Een brochure die kan er op 100.000 manieren kan die vormgegeven worden. Waar heeft u voor gekozen? We hebben gekozen voor een soort glossy magazine. Het wordt een behoorlijk groot magazine in de zin van nog groter dan een A4'tje. Glossy met een paar druktechnische foefjes erin. Heel veel stijl. De bedoeling is dat ik bij de bedrijven die meedoen kom fotograferen. We gaan mooie foto's maken van het bedrijf. Die gaan we gebruiken voor de pagina die het bedrijf afneemt voor die brochure. En daarnaast krijgen de bedrijven de beschikking over alle foto's die ik daar maak, zodat ze ook nog voor de website of voor andere doeleinden kunnen gebruiken. En de vormgeving wordt verzorgd door Graphic Sound, de fotografie wordt verzorgd door Graphic Sound. Eigenlijk het totale verhaal wordt geregeld door Graphic Sound. Ik mis één ding, het verhaal. Wie schrijft de tekst? Er worden teksten geschreven, er worden teksten aangeleverd door de bedrijven zelf. Maar we hebben een hele goede tekstschrijver, Ben tekstschrijver. En die gaat voor ons de zaak redigeren en die gaat stukken schrijven. Want wat misschien ook goed is om nog even te vermelden. Er komen een aantal pagina's in over het wonen en het leven in Nijkerk. En er moet nog het een en ander voor geschreven worden. Ook daar vragen we de heer Ben tekstschrijver voor om dat voor ons te doen. En dan weten we zeker dat het professionele teksten zijn die er ook in komen.